De start zal belangrijk zijn straks. Ian Thorpe ook in deze finale vertegenwoordigd. Maar hier Van Hogeband en Schoeman. Die als een raket van het blok komt. Echt, dat blok staat gewoon na te trillen als hij het water in is gedoken. Hij ontwikkelt zoveel kracht. En dat zet hij om in snelheid. Van de Hogeband weet dat hij op achterstand zal komen. Een forse achterstand zelfs, maar hij zal zijn eigen race moeten blijven zwemmen. Hij moet zich niet laten verleiden tot een wilde achtervolging tijdens de eerste 50 meter. Ook dit is zo'n stadwonder. Een landgenoot van Schoeman, Rijk Neteling, die in baan 1 zal gaan zwemmen. In baan 2, een verrassing uit Algerije. Salim Iles, die hier een fantastische prestatie heeft geleverd door zich bij de beste 8 van de wereld te zwemmen. Tegenstelling tot bijvoorbeeld Alexander Popov, die sensationeel werd uitgeschakeld in de halve finales. Filippo Magnini versloeg Van de Hogeband tijdens de Europese kampioenschappen in Madrid, eerder deze zomer. Maar goed, toen was Magnini helemaal klaar voor dat toernooi. Van de Hogeband was nog volop in training. Schoeman is dus de naam. 24 jaar, stadzwemmer van de 4x100 meter vrije slag, is de vette van Zuid-Afrika. De ploeg won het goud voor Nederland. En hij zette als stadzwemmer toen een tijd neer van 48-17. Daarmee is hij na Van de Hogeband de snelste aller tijden op deze 100 meter vrije slag. Maar Van de Hogeband heeft dus als enige ooit onder de 48 seconden gezwommen. Over zijn halve finale, waarin hij een tijd neerzette van 48-55, was hij toch niet al te tevreden. Ook zijn coach Jaco Verharen niet. Maar hij had de finale van de 200 meter vrije slag nog in armen en benen. En dat is een logische verklaring, want toen ging het er snoeihard aan toe. Wel een andere Rus in deze finale. Geen Popov, wel Andrei Kapralov. De nummer 5 van Barcelona vorig jaar, toen Popov nog wereldkampioen werd. In baan 7 uit Kroatië, Duje Draganja. En in baan 8, Ian Thorpe, die inmiddels al 2 goud en 1 zilver heeft. En dan zijn er dus geen Amerikanen bij in deze finale. En dat is iets... Dat is nog nooit gebeurd in de historie van dit koningsnummer. Dat in 1896 al werd gezwommen in een baai bij Piraeus. De haven van Athene, zeg maar. Oké. Nu moet het dan gaan gebeuren. Dit moet het moment gaan worden voor Van den Hogeband. De spanning is toegenomen. Mensen houden hun adem in. Schoeman blaast uit. Van de Hogeband kiest positie op het blok. Hij komt dus op achterstand. Dat weten we nu al. Weer knalt Schoeman van het blok af. En Van de Hogeband houdt de schade beperkt. Een halve lengte achterstand voor de Nederlander. Ook Neteling helemaal boven in beeld is goed weg. Maar nu al komt Van de Hogeband naast Schoeman te liggen. Het verschil is binnen de perken halverwege. Van de Hogeband met het keerpunt. Wat gaat Schoeman dan toch hard? Meer dan een halve seconde onder het wereldrecordschema. En het keerpunt heeft Schoeman weer op voorsprong gebracht. Een halve lengte achterstand voor Van de Hogeband. Die wel zijn eigen race zwemt. En nu langs zij komt. Van de Hogeband gaat er langs. Van de Hogeband weet dat het nu kan. Dat het nu moet. Van de Hogeband wint. Hij wint. Van de Hogeband wint. Bij zijn moeder. Kijk eens, dit is ontlading. Alles valt nu van hem af.
goud voor Pieter van der Hogeband. Na een sensationele race. Wat een race zeg. Wat een ongelooflijk spannende race. Wat was die Schoeman goed. Wat ging hij hard, ook na het keerpunt. Kijk eens naar die klappen met de benen. Maar dan van de hoge band. Die zo fantastisch zijn eigen race zwemt. En vol aantikt. En dat is het verschil. Want het verschil uiteindelijk in tijd is slechts 600ste van een seconde. Van de hoge band doet hier iets wat Mark Spitz, Jim Montgomery en Matt Biondi bijvoorbeeld nog nooit is gelukt. Hij prolongeert de titel op de 100 meter vrije slag. Het koningsnummer. Hij is de koning. En hij schaadt zich nu in het rijtje van Duke Kahanamoku, Johnny Weissmuller en Alexander Popov. Zo groot is Van der Hogeband nu. Hiermee is hij een Olympische legende. Thorpe in alle consternatie heeft zich naar het brons gezwommen. In 48-56, toch ook nog een heel goede tijd. Neteling vierde, Mannini vijfde, Dragania, Iles Kapralov. Maar daar staat het, Van der Hogeband voor Schoeman.